Ik vind het zeer ernstig dat een gewapende macht als Nationaal Leger eigenlijk zonder bevelhebber moet functioneren, reeds 2 jaar. De leiding van het leger is dusdanig samengesteld dat bij ontstentenis van de bevelhebber wordt voorzien in de vervanging. Bij de begrotingsbehandeling van 2016 heeft het lid Breveld ook de vraag gesteld. Toen zei ik hem hetzelfde, dat we dus daardoor rek hebben voor de benoeming van de andere. En bovendien zijn er 4 sterke ogen van 2 gewezen bevelhebbers die het zak in de gaten houden. We zitten goed, het leger wordt geleid en binnen niet al te lange tijd komt er wel een nieuwe. Ik heb ook de klacht ontvangen dat militairen dan het burgerpersoneel, als zij een ziektebrief dan wel een laadbriefje inleveren, dat er salaris wordt ingehouden. En... Lid Sharman had het over inhoudingen. Wie niet werkt, gaat gecorrigeerd worden. Wie laat verschijnt, gaat ook gecorrigeerd worden. We blijven binnen de wet en we trekken in. Kunnen we de militaire politie weer opsporingsbevoegdheden geven ter ondersteuning van de KPS in het kader van criminaliteitsbestrijding? Lid Sang, MP-bevoegdheid. De vorige wilde niet, maar de huidige justitieminister heeft het al in concept. We zijn on speaking terms en het gebeurt zo meteen. Wat is de status van de cassavefabriek, voorzitter? We horen verhalen van ministers, zeker van de minister van LVV. Intussen heeft hij natuurlijk zijn geloofwaardigheid behoorlijk beschadigd, voorzitter. Want bijna niks klopt wat hij zegt. We willen weten wat de status is, voorzitter, van de cassavefabriek, voorzitter. Gaat hij nog draaien? Gaat hij niet draaien? Zal hij overgeheveld worden naar een particulier? Wat is de status, voorzitter? De cassavefabriek komt binnenkort onder het beheer van het Nationaal Leger. Watch our steps.